Jawel. Twee, drie, vier, vijf, zes. En dit is het. Dat valt me wel erg tegen, hoor. Ik denk, nou, 11 spelers. Kan ik niet tellen. 13, hè? 2 wissels. Oh. Normaal hebben we een selectie van 20. Veel spelers hebben afgezegd om mij te kunnen nemen. Nou, ik denk, nou, er komt een hele rij mannen. Maar nee, oké. Vorig jaar zijn jullie naar Griekenland geweest, naar Patras. En hebben jullie weer deelgenomen aan de eerste WK voor landenteams. En het was helemaal niet zeker of jullie wel zouden kunnen gaan. En waarom niet? Vanwege de financiën. En jullie hebben eigen initiatief genomen en jullie zijn op zoek gegaan. Jullie hebben SBS6 benaderd. Oh ja, 6 moet ik ook nog bij zeggen, SBS6. En jullie zijn ook op tv verschenen. En via dat medium hebben jullie een sponsor weten te verwerven. En daardoor konden jullie ook naar Griekenland. Het was een heel kort dag, heel weinig getraind. En het resultaat was dus wel wat minder dan verwacht. Maar dat klopt toch? Ja, we hadden beter kunnen doen. Alleen de laatste wedstrijd dachten we echt weg. Een andere ploeg won op in de laatste minuut. Hadden ze dat niet gedaan, waren wij door. Wim, ik heb het op het internet gevolgd. De eerste wedstrijd was tegen Amerika, als ik het goed heb. 2-0 ja, verloren. Ja. Toen tegen China, gewonnen. En de laatste wedstrijd was tegen Frankrijk, 1-1 gelijk. Ja, we hebben 1-0 voorgestaan, nog 1-0. Het werd uit het laatste moment nog 1-1. We hadden gewoon hoop die 1-0 kunnen vasthouden, maar... Ja, maar ik weet het natuurlijk wel. Maar ze streven ernaar natuurlijk om verder te kunnen gaan. En jullie hebben ook al een B-elftal in jullie gelederen. Dus het betekent wel dat dove voetbal zeg maar aan het uit... We hebben een jeugdelftal, niet echt een B-elftal, maar een jeugdelftal. Oh, nou in ieder geval, jullie hebben nog, er is groei binnen jullie sectie. Toch? Dus jullie kunnen dan iets bereiken. En we spelen altijd een prachtige wedstrijd. Pas gewoon een heel mooie wedstrijd gezien tegen Hoofddorp. Ik geloof dat we gewonnen met 5-1. Ik wil voor. 1-5. Oh, we moeten het leuk houden, toch? Oké, ze staan hier, maar willen de heren gewoon even achter de banken plaats gaan nemen? Want ik wil graag de aanvoerders hier naar voren hebben van de aanvoerders van. Hey. En eigenlijk. Heel bijzonder dat ze een eigen sponsor hebben. Een eigen sponsor, toch? Hartstikke bijzonder. Ook het model is dat ook in de toekomst meer zal worden. Ja, maar wacht even, zij hebben hun eigen sponsor. En de dames dan? Dames? Jullie hebben geen sponsor, toch? Nee, hebben we niet. Nee, ja, maar wacht even, wij hebben wel hard voor de zaak. Kijk, ze daar zitten hartstikke leuke vrouwen, die moeten niet moeilijk zijn. Kom. Om geld te zoeken. Dat moet lukken. Nee, maar goed, ik wil graag de aanvoerder van de dames zelf dan naar voren hebben. En wij hebben daar een leuk spelletje voor, toch? Daar hebben ze de tafel voetbalspel. Kom maar. Moeten wij een spelletje spelen? Nou, kijk dan wel weer eens. Dat is mijn favoriete spel, sorry. Nee. En van tennis. Dan wil ik graag ook iemand van tennis erbij. Jij gaat daar staan. Jij bent de... Nee, jij gaat staan. Jij bent de scheidsrechter. Jij let op of het allemaal goed gaat. Wat is jouw naam, gebaar? Oké. Fout. Kom hier staan. Goed, jullie moeten nu zeg maar een spelletje spelen, kijken wie er wint. Iedereen wil even kijken, want misschien is er mogelijk een sponsor voor jullie in de zaal. Ik kijk op het sponsorschap. Mag ik hem laten winnen? Ik ben niet zo goed in zo'n tafelvoetbal. Hoe doen we dat? Ik help jou. En welke sponsor? Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, eerst moeten ze gewoon eerst hard werken en dat laten zien. En dan zit er mogelijk een sponsor voor die dames in de zaal. Eerst laten zien.
niet of ze wel de wat kunnen presteren. Wie weet zit er in iemand in de zaal. Moet ik tegen hem of moet ik die twee mannen tegen elkaar? Oh, scheidsrechter. Voetballers. Ja, die bal die gaat nog wel iets in de rechts. Nou, het ziet er niet zo best uit. Het is moeilijk, geloof ik. Het is duidelijk training.